Zodat we aantreden, vechten we met de waterhuishouding van Wageningen. Omdat voor mij qua beleid hier een potentie ligt van minimaal 15.000 hectare, waarvan het leven, het succes afhankelijk is van het pompgemaal hier, de waterhuishouding. Sinds we aantreden hebben we meegemaakt, er was een aannemer hier op zijn manier bezig, maar die hebben we moeten bedanken, jammer genoeg. We hebben daarna inschrijving gehouden en daarna is firma Codipsing bezig geweest. En jullie hebben meegemaakt dat vorig jaar pomp 3 hier is opgeleverd. We waren die dag blij, we hadden preso een tent, we hebben feest gevierd. En die pomp heeft 9 maanden lang gedraaid. Er zijn tongen in de gemeenschap die beweren dat wij die pompen nooit aan de praat hebben gekregen. En nooit aan de praat zullen kunnen krijgen. Maar die, voor de geschiedenis is het belangrijk om vast te leggen dat die pompen 9 maanden, of 1 pomp 9 maanden lang heeft gedraaid. Meneer Hensen, u bent hier agrariër. U bent er getuige van, samen met de overige aanwezigen hier. Dat het tijdens het pompen is uitgevallen, dat geloof die boze tongen dan geloven dat niet. En dan probeert men nu een verhaal van te maken. We hebben het nu een maand geleden breed uitgemeten dat wij dit seizoen een 9000 hectare meer hebben ingezaaid hier in Ikeri. We zijn gestegen van 18.000 hectare naar 27.000 hectare. En dan heb ik het weer over diezelfde mensen die negatief bezig zijn. Ja, ik ben hard vandaag. Jullie gaan me vandaag hier meemaken met de andere toonzetting. Omdat wij hier continu bezig zijn met u allen. De boeren die lijden zoveel schade. Zoals je weet ben ik elk weekend hier om alle zaken met u door te nemen. Kijken welke zaken niet vlotten, die we dan vlot kunnen trekken. En dan wordt er ronduit gezegd van er is maar 17.000 hectare ingezaaid. Waar wil men naartoe met die verhalen, vraag ik me af. DNA-leden, jullie zijn hier, jullie zijn van Ikeri. Als het niet klopt, moet jullie me zeggen. Maar zaken moeten gezegd worden, de waarheid moet gezegd worden. Er is 27.000 hectare ingezaaid. Dat mag u rustig aannemen. Dat kunt u ook verifiëren bij de afdelingen statistiek. Ook bij die vliegmaatschappijen die alles bijhouden. Maar dit soort leugens pikken we niet meer. Kan ik u eerlijk zeggen. En we gaan door. En we gaan door totdat we heel Wageningen van water hebben kunnen voorzien. Vandaag heb ik meegemaakt dat op de grens van lijn 5 en lijn 6 er daar wat aanpassingen zijn gepleegd aan de infrastructuur. Er zijn wat nieuwe dammen opgeworpen. Andere dammen zijn doorgestoken. We hebben meegemaakt, en dat is mij beloofd door de aannemer, dat bij lijn 7, pompgemaal daar, vanavond gaat draaien. Vorige week had ik meegemaakt dat de pomp afgevoerd werd. Vandaag heb ik meegemaakt dat de pomp weer gemonteerd werd om het vanavond te draaien. Als dat begint te draaien, nee, dan is het nog niet genoeg. Hier voor mij, vanuit het pompgemaal richting de rivier, is de aannemer bezig een lowliftpomp te installeren. Een lowliftpomp met een diameter van 36 duim, als ik het goed heb. Dus bijna een meter. Die komt ook binnen 2-3 dagen in productie. We hebben een bypass gemaakt van de rivier richting het irrigatiekanaal. Waar we proberen elk druppel water proberen te oogsten. Dus bij vloedstand, door zwaartekracht, heb je dan de loosing van rivierwater richting het irrigatiekanaal. Alleen zijn we bezig elk druppel water binnen te halen om
4000 hectare, welke is ingezaaid, Wageningen samen met Middenstandspolder, om die veilig te stellen. En ik heb de garantie ook, en ik heb ook de bevestiging tegen de boeren, dat het eruit ziet dat wij dat ons gaat lukken. Eén nadeel, in plaats van om het zwarte kracht en water in te laten in die kavels, helaas moeten de boeren het water inpompen. Het kost hun nogal wat diesel om dat allemaal gedaan te krijgen. Maar mensen, deze 4000 hectare, welke een waarde heeft van, een grove waarde heeft van 8 miljoen Amerikaanse dollar, dit gaan wij redden, wat dan ook, op welke manier dan ook. We hebben wat aanpassingen hier gepleegd ook qua management. En we gaan door met aanpassing van het management hier. Want dit moet binnen een week zelfstandig gaan draaien. En ik kan u vertellen, sinds een paar dagen terug hebben wij nu een wachters hier geplaatst. Een team van wachters die eenmaal 24 uur aan het bewaken zijn. Het is een lokale bewakingsbedrijf. Zij doen hun werk op en top. Want u weet, er is enorm veel sabotage. Heel wat dingen. We lopen achter puur vanwege sabotage en niks anders. Ik weet niet wie er belang bij heeft om te saboteren, maar die dingen gebeuren. En ik zeg het niet zomaar, want velen van u bent getuige van hier in een pomp schroeven hebben gevonden, spijkers hebben gevonden, moeren hebben gevonden. Ik weet wat nog meer allemaal. Alleen om een zaakje te saboteren. Alsof Wageningen niet meer mag bloeien, zoals vroeger. Maar mensen, wij zorgen ervoor, samen met u allen, vooral samen met de boeren hier, de DNA-leden, mijn staf en directie, dat wij dit allemaal gedaan krijgen. En ik hoop van harte, nu praten we over een 4000 hectare aan inzaai, dat wij het najaarseizoen, dat wij daar het minimaal kunnen verdubbelen. En we werken eraan. En gezien de noodmaatregelen welke nu getroffen worden, ook al zou hoofdgemaal het nog niet optimaal doen, we redden het wel. Want er zijn gigantische capaciteiten welke nu hier ingesteld worden. Mensen, geef de moed niet op. We gaan door. Het lijkt alsof het een gevecht is geworden. En die uithermen moeten we aanvechten. En we gaan succes hebben, dat garandeer ik u. Met de hulp van u allen en de boeren natuurlijk die nu op het veld zijn. We gaan er tegenaan, want dit kan niet, dat gaan we niet langer pikken. Dat mensen zomaar iets kunnen zeggen en begint een eigen leven te leiden. En iedereen, een deel natuurlijk van de gemeenschap, begint ook het verhaal zo een beetje te geloven. Terwijl de waarheid hier zit, u bent er getuige van. Mensen, we geven niet op, we gaan door. En succes, aannemer, staf, DNA-leden en Vogodoro Nangamoro, zegt de president altijd.